D-Day, een dag lang interviews over het digitale domein, over innovatie op dat gebied. Aangeschoven, nieuwe gast, wie ben jij en wat doe je? Ja, ik ben Tanik Wagenmaker. Ik werk bij Deloitte Digital als consultant. En mijn, ja, eigenlijk mijn grootste expertise ligt op digital analytics en op digital marketing. Dus vandaar dat ik ook nu met dit topic aan tafel ben geschoven. En ik heb hiervoor 2 jaar bij Google gewerkt. Dus vandaar ook dat mijn achtergrond heel fijn aansluit bij waar Deloitte Digital daar nu ook mee bezig is op dat vlak. Ja, data-analyse. Heb jij ook een opleiding op dat gebied gevolgd? Nee. Je hebt geleerd, je bent self-made woman. Ik heb echt een hele brede studie gedaan, International Business and Management. Waarin we natuurlijk wel verschillende soorten vakken hebben gekregen. En een van die vakken was ook wel marketing. Maar echt toen ik pas bij Google ben gaan werken, toen is dat echt verder gaan ontwikkelen. Dus daar komt het vandaan. Ja. Hey, het thema is, of tenminste het gaat hier heel erg vandaag over. Wat zijn nou trends en ontwikkelingen waar de mensen, de bedrijven, et cetera, die hier rondlopen, wat aan hebben? Als ik jouw vakgebied pak, wat vind jij een belangrijke trend die op dit moment aan de gang is? Nou ja, op zichzelf is data is natuurlijk niks nieuws. Zeg maar, dat is eigenlijk al heel lang is dat belangrijk voor bedrijfsvoering en voor bedrijven. Wat denk ik de trend is waar heel veel bedrijven naartoe omslaan, is dat ze ook echt data gedreven naar hun klanten kijken. Dus hoe kunnen wij nou onze klanten beter begrijpen? Hoe kunnen we daar nou beter op inspelen? En hoe kunnen we ze beter bereiken op die manier? Ik denk dat dat een heel belangrijke trend is in de markt ook. En ook hoe zich dat dan vertaalt naar marketingactiviteiten, maar ook naar de systemen die bedrijven nu gaan gebruiken. Hey, wat kan er nu meer dan een paar jaar geleden? Net wat je zegt, data is er altijd al. Vroeger kon je het misschien in je spreadsheet gewoon je gegevens stoppen. En als je daar een beetje verstand van had, analyses op loslaten. Wat kan er nu meer dan een paar jaar geleden? Een paar jaar geleden, nou, veel klanten zijn natuurlijk veel meer online actief geworden. Dus er gebeurt veel meer online, waardoor je ook veel meer inzicht kan krijgen in wat mensen doen. Vroeger als we naar brick and mortar gingen, dan kon je misschien wel je salesgegevens gaan zien. Maar je kon minder goed zien wat voor zoekgedrag mensen vertonen of welke kanalen ze af gingen kijken voordat ze zo'n aankoop maakten. En dat kan natuurlijk nu wel. En ook qua interesses die mensen hebben, pagina's die ze bezoeken bijvoorbeeld op het internet, dat kan nu allemaal worden meegenomen. En mensen zijn gewoon zelf ook veel meer kritisch geworden, denk ik ook, op de services die bedrijven aanbieden. Dus zij verwachten ook meer van bedrijven. Ja. Mooier dat er steeds meer data is, dat kan je heel erg helpen. Maar de grote uitdaging is natuurlijk, wat doe je met die data? Dat er data is één ding. Ja. Is dat ook wat jij doet? Help je jullie klanten zeg maar, de juiste vragen stellen, op zoek naar de juiste antwoorden? Welke tools heb je daarvoor nodig? Ik denk dat dat eigenlijk bijna de sleutel is van data-driven werken. Want uiteindelijk, waar heel veel bedrijven ook een probleem mee hebben, is dat je een enorme hoeveelheid informatie krijgt eigenlijk. En je moet daar maar uit proberen te halen inzichten die je ook daadwerkelijk kan gebruiken en die ook daadwerkelijk waarde toevoegen voor klanten. En dat is veel moeilijker dan de data verzamelen. Daar komt het eigenlijk op neer. En de hoeveelheid data die bedrijven nu krijgen, die neemt echt exponentieel toe. Maar de capabilities en de skills om daar ook goed mee om te gaan en om die vertaling ook te gaan maken naar klanten toe, die zijn nog heel lastig eigenlijk. Dus bedrijven hebben andere deskundigheden in hun organisatie. Ze moeten andere capabilities gaan opbouwen. Op een andere manier eigenlijk kijken naar de manier waarop zij werken. Dus sommige processen die moeten eigenlijk opnieuw worden vormgegeven. Maar ook op technisch vlak. Het is allemaal digital is natuurlijk een paar jaar geleden echt begonnen of van de grond gekomen. Dat is eigenlijk in heel veel op zichzelf staande afdelingen is dat toen opgepakt. Dus je hebt bijvoorbeeld een SEO-afdeling die echt gaan kijken van, nou, hoe kan ik mijn website vindbaar maken. Je hebt misschien een advertising-afdeling die ervoor zorgt dat ze banners gaan vertonen. Of misschien doet een agency dat. Maar al die stukjes bij elkaar gaan brengen om te zorgen dat het echt op elkaar wordt afgestemd. Dat is natuurlijk een hele andere dimensie van hoe je moet gaan werken. Ja. Ja. En als jullie dan met partijen praten, kijken jullie altijd naar zeg maar, okay, welke tools, welke gereedschappen, welke software, wat hebben jullie allemaal al? Of zeggen jullie eigenlijk, nee, wij adviseren zelf een set aan tools waar wij zelf heel veel van weten. Ga daar nou lekker mee werken. Ja, afhankelijk van de vraag natuurlijk van de klant. Heel veel grote bedrijven die hebben natuurlijk al heel veel liggen. En het is ook niet dat ze voor de eerste keer naar dit vraagstuk kijken. Dus heel vaak hebben ze al een aantal solutions ook aangeschaft. Maar is het juist de aansluiting op elkaar die we moeten gaan bewerkstelligen? En dat kan door nog andere
technologieën daaraan toe te voegen. Dus bijvoorbeeld een data management platform, waarbij je eigenlijk al die eindjes aan elkaar gaat knopen, waardoor je wel dat centrale klantbeeld hebt. Maar het kan ook zijn dat ze eigenlijk bijna een greenfield aan het opstarten zijn. Dus we gaan het nu gewoon in één keer goed doen, want met al onze legacy IT die we hebben, wordt het eigenlijk alleen maar lastig. Dus we kunnen beter gewoon opnieuw gaan starten. Ja. En dan kunnen we natuurlijk ook gaan kijken naar oké, welke solutions werken goed. Wat hebben wij gezien bij andere klanten misschien wat goed werkt. En dat we op die manier dat gaan inrichten. Ja. Ja. Hoe ver zijn we, tussen aanhalingstekens, als het gaat over die data-driven marketing? Staan we nog in de kinderschoenen of snappen we het eigenlijk allemaal inmiddels wel erg goed? Ik denk dat we allemaal snappen wat we willen. Maar dat we nog niet zo goed weten hoe we daar gaan komen. Dus de visie is er heel vaak. Maar de stapjes die genomen moeten worden om concreet tot je visie te komen, dat is nog heel lastig. Er zijn wel natuurlijk partijen in de markt die eigenlijk al heel ver zijn in dat opzicht. Dus die eigenlijk al heel wat stappen op die journey ondernomen hebben. Maar er zijn ook wel een aantal partijen die eigenlijk nu pas het belang er echt van gaan inzien. En nu pas gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat nou allemaal op elkaar gaan afstemmen. Ja. Ja. Je vertelde dat je hiervoor bij Google hebt gewerkt. Ja. Wat heb jij van Google geleerd? Wat heb jij meegenomen van Google naar Deloitte Digital? Sowieso natuurlijk mijn kennis op dat vlak. Zeg maar gewoon alle nieuwste trends ook op het gebied van marketing. Neem programmatic marketing. Dat is natuurlijk Google is een van de grondleggers eigenlijk van dat concept. Dus gewoon heel goed begrijpen hoe die markt in elkaar zit, wat de mogelijkheden ervan zijn. En het leuke van vervolgens bij Deloitte Digital gaan werken is dat je dan ook dat organisatie-element eraan gaat toevoegen. Want uiteindelijk kan je wel de juiste technologieën aankopen, maar je moet het ook goed gebruiken. En ik denk dat de grootste meerwaarde is die ik in dat opzicht heb meegenomen. Ja. Oké, dankjewel. Interessant. Jullie bedankt voor het kijken. De hele dag zenden we uit vanuit Amsterdam Noord. We zijn op E-Day. Een stuk of 20 interviews staan er gescheduled. Blijf kijken zou ik zeggen. En als je dat niet de hele dag kunt doen, wat natuurlijk te begrijpen is, dan komen alle filmpjes, alle opnames komen ook op YouTube kanaal te staan. Dankjewel.